Prins Harry is woensdag op het Londense vliegveld Heathrow gespot, klaar om terug te vliegen naar zijn huis in de Verenigde Staten. Zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk duurde ruim 24 uur en volgde op het nieuws dat zijn vader, Koning Charles, kanker heeft. Het gesprek tussen Harry en Charles in Clarence House duurde volgens bronnen slechts 45 minuten vanwege vermoeidheid door de behandeling van de koning. Er is onduidelijkheid of Harry andere familieleden, zoals broer William, heeft ontmoet. Gezien de vermeende moeizame relatie tussen de broers. Koning Charles reisde niet terug naar Buckingham Palace voor zijn wekelijkse overleg met premier Rishi Sunak, maar sprak elkaar telefonisch. De gesprekken zouden aanvankelijk fysiek zijn, tenzij artsen anders adviseren. De koning heeft een groot deel van zijn taken neergelegd vanwege zijn behandeling voor kanker.